Ja, niet opstaan. Nee. Spelen? Nee. Ik vraag alleen maar nee. Wist je ook geen snoepje? Ook nee? Consequent zijn. Dus... Nee. Nee. Zeg eens ja. Nee. Geen hondjes. Zachtjes met die billetjes. Ga je mee? Nee. 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 Nee, Luxie gaat niet. Luxie, duurlijk zeg je nee. Box. Ben jij sterk? Ja. Wie? Luxie. Wat? Leer jij ook een dag alleen maar ja zeggen? Luxie, hoe oud ben jij? Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is weer maandagochtend. De vakantie is afgelopen, dus we zitten hier weer gezellig aan tafel. Ah, goedemorgen allemaal. Ik zie het, schatje. Heb je mijn haarband in vandaag? Ja. Goedemorgen, moet je even zijn haar fixen onder de kraan. Ja. Van boven kort, van achter de slot. Toch? Hebben jullie weer een beetje zin in school, kinderen? Heerlijk. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk het ook. Jullie zeggen ja, maar ik dacht, huh? Net zeiden jullie nog wat anders, maar... Hebben jullie niet de vriendjes en vriendinnetjes gemist? Nee. Klein beetje? Nee. Oké, een heel klein beetje. Toch wel, hè? Ik niet. Ah, oh, Silla ook ik wel. Ik mis mijn vriendinnetje wel erg. Je vriendinnetje? Ja. Oh. Want eigenlijk doen we een kleine dingetje voor elkaar. Dus wil je even voor me bijvoorbeeld even een kleurplaat pakken? Ja, ja hoor, en dan gaan we dat pakken. En als Carlijn iets zegt, zo even een vriendinnetje, dan doe ik dat ook. En eigenlijk vind ik dat zo leuk om elkaar te doen. Dat jullie dingetjes voor elkaar doen. Ach, schatje. Nou, dat kun je vandaag wel zien. We kunnen vandaag een dikke knuffel geven op school. Oh, ja? Mam. Ja? Ze kijkt ook onze vlogjes en als ze het hoort. Oh, mag ik dat niet zeggen? Die wel hoor. Oh, okay. Maar wordt ze wel heel... Wordt ze een beetje verlegen als ik dat zeg. Oké, nou kinderen, heel veel plezier op school. Ja, we zien jullie straks weer, vader. Dat moet naar een afspraak. Luxie, ja, papa gaat even naar de afspraak en ik ga even lekker chillen met Luxie. Nou, de kinderen die zijn, Luan en Lucilla, die zijn vandaag weer naar school. Dus ik ben weer lekker alleen met Luxie om me heen. En ze is heel schattig. Ze is heel leuk aan het spelen met jouw fiets. Waar is jouw fiets, Luxie? Ja. Laat jouw fiets eens even zien. Ze heeft zo'n loopfietsje gekregen voor haar tweede verjaardag. Dit super schattige roze fietsje. Dan moet ik jou helpen, liefie. En ze wil het heel graag op. Alleen haar voetjes, haar beentjes zijn nog een klein beetje te kort om te blijven staan. Ja, toet toet, hè. Wil jij erop? Wat wil je doen? Ik zet iedere keer de camera neer. Maar Luxie is op dit moment zo nieuwsgierig. En... Ja. En ze ziet Luan dus de hele tijd dit doen. Want Luan is dus met zijn weekvlog bezig, zoals jullie wellicht weten. Ja, Luan, hè. En dan ziet ze Luan dit doen. Als zij dan de camera ziet... Als zij dan de camera ziet, wil ze iedere keer de camera pakken. Om hetzelfde te doen als wat Luan doet. Wat is het dan? Wil je wat vertellen? Ja? Hey, zullen we nog op je fietsje gaan spelen? Nee, wil je niet meer op je fietsje spelen? Mama. Ja? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat, moet ik de camera daarop zetten? Huh? Ja, ik had jullie even op dat dingetje neergezet. Kijk. Zo. Kijk, dan hoef ik mijn handen niet te gebruiken. Zo. Ja. Ja. Maar dan wil ze dus dat ik het daarop zet. Wat gaan we doen? Gaan we nog op je fiets spelen? Nee, mama. Nee, wat dan? Moet je op Pip knuffelen? Zachtjes, hè? Zachtjes, hè? Ja, niet opstaan. Doe maar aaien. Wat doet Luxie toch allemaal? Zo lekker liggen hier. Een woezel hier ook. Ze helemaal lekker opgerold. Oh, wat lekkere hondjes. Hm? Oh, lekker een pisje. Ze vallen helemaal niet op tussen de kussens. Het lijken wel twee kussens. Hé, hey, maar madameke, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat zullen we gaan doen vandaag, Luxie? Oh. Wat gaan we doen vandaag? Zullen we gaan tekenen? Nee. Nee? Zullen we gaan... verstoppertje spelen? Nee. Nee? Ga je weer alleen maar nee zeggen? Ja. Luxie, ga je met mama verven? Nee. Een spelletje spelen? Nee. Gaan we een pakketje doen? Nee. Nee? Zeg je vandaag alleen maar nee? Ja.
Gaat Luxie vandaag alleen maar nee zeggen? Nee. Gaat Luxie vandaag alleen maar nee zeggen? Luxie, wil je nog lekker eten? Nee. Luxie, wil je nog wel lekker drinken? Nee. Luxie, lust jij een snoepje? Nee. Lust jij zelfs geen snoepje? Nee. Ja. Wat zei je? Lust jij een snoepje? Nee. Nee, lust je ook geen snoepje? En lust je dan een pannenkoek? Nee. Nee? En... Wow. Ja, wow, daar gaat de laptop. Ja. Hé, hey, en lust jij... Luxie, wil jij Pip een kusje geven? Nee. Nee? Wil jij Woezel een kusje geven? Nee. Nee? Ah, wil jij mama een kusje geven? Nee, ja. Ja? Nee. Mama een kusje? Nee. Wat zeg je nou? Nee. Ze is zo ondeugend. Echt niet te geloven. Kom eens hier met mama. Nee. Ook nee? Het is zo schattig. Nu ze dus twee is. Nee, nee. Hè, ze zeggen vaak, ik ben twee en ik zeg nee. Nou, dat geldt echt heel erg voor Luxie op het moment. Want ze is een super ontdekkingsfase. Ze is echt heel erg in de ontdekkingsfase. En ontzettend ondeugend af en toe. Dan weet ze dat ze dingetjes eigenlijk niet mag. Maar dat doet ze toch. En dan kijkt ze met zo'n kopje je aan. Van, haha, ik doe het lekker toch. En dan smelt je eigenlijk als moeder zijnde weer van, oh, maar ja, dan moet je consequent zijn. Is op dit moment ontzettend belangrijk in haar levensfase nu, consequent zijn. En dan soms dan doet ze dus iets wat eigenlijk niet mag. En dan word ik er een beetje boos over van, oh, pas op, niet doen. En dan gaat ze zo doen zo. Nee. Oh ja, of dat. Dat doet ze dan ook. Nee. Nee. Luxie, gaan we samen spelen? Nee. Nee? Dat is echt de hele tijd is het nee. Luxie, wil je eten? Nee. Ook niet eten? Oh, vanochtend met aankleden. Luxie, kom maar gaan aankleden. Nee. En wat ook wel grappig is, Luan en Lucilla moeten daar natuurlijk ook om lachen. Dat ze iedere keer nee zegt. En dan heeft ze in de gaten dat dat grappig is. Dat als zij nee zegt, dat dan Luan en Lucilla daar om moeten lachen. En dat is natuurlijk niet echt handig. Daar gaat ze er maar meer van doen. Maar ja, het heeft ook wel iets aandoenlijks op deze leeftijd natuurlijk. Dat nee zeggen. Hebben Luan en Lucilla trouwens ook echt gehad. Ik weet niet, voor degenen die ons al heel lang volgen... Die weten dat misschien nog wel van Luan. Toen de tijd met Luan. Toen maakten we weekvlogs. Praat ik over 7 jaar geleden. En toen heb ik het ook volgens mij een keer in een weekvlog laten zien. Dat Luan alleen maar nee zei overal van... Als je het trouwens nog weet, laat het even weten ergens op social media. Lijkt me heel grappig als je ons al zo lang volgt. Wat is dat? Heb jij dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Op tegengetekend. Nee. Heb jij dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Nee. Ze zegt weer nee. Grandioos. Dus het is een superleuke leeftijd, ook dit weer. En ze is nou echt geen baby meer, nee, jongens. Maar ik noem haar nog steeds baby. Wat nee? Ben jij een baby? Ben jij mijn baby? Nee. 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 Zeg eens ja. 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 Nou goed, Luxie zit dus in haar nee-fase. Dit hoort echt bij de leeftijd voor degenen die denken... Oh, zegt dat kind alleen maar nee. Nee, dit hoort echt bij de leeftijd van waar ze nu in zit. Ze komt namelijk een beetje tot de ontdekking dat zij een eigen willetje heeft, zeg maar. En onze taak als ouders zijn om daar een beetje zorgvuldig mee om te gaan. Niet altijd makkelijk. Je moet heel consequent zijn op het moment. Luxie, doe maar zachtjes. Ja, goed zo. Dat is zachtjes. Ik probeer ook altijd, als ik dan haar corrigeer voor iets, om het niet in een negatieve spiraal af te sluiten, maar altijd te zeggen, doe maar zachtjes. Bijvoorbeeld, net wat ik net deed, doe maar zachtjes. En dan, als het dan doet, dan zeg ik, goed zo. Of bijvoorbeeld, als ze iets niet mag, dan zeg ik bijvoorbeeld, leg dat maar even terug, pak deze maar. Dus dan ik iets anders aanbied, zeg maar, dat ze een soort van, of afgeleid wordt van het ene, of dat ze dan toch met een positief, niet dat ze het gevoel krijgt dat alles wat zij doet niet goed is. Want ik wil niet het gevoel krijgen... Haar geven dat ze het gevoel krijgt van, oh, ik doe niks goed. Want mama zegt iedere keer, oh, dit mag niet, dat mag niet. Maar dit niet, maar dat wel. Dat ze snapt van, oh ja. Een toetoet? Ja. Waar is de toetoet dan? Oh, toetoet. Oh, Woezel en Pip moeten toetoet. Moeten Woezel en Pip toetoet? Ja. Zitten ze een beetje in de weg? Wat ga je doen dan? Mama. Ja, doe ze maar aai. Ja, dat is Woezel, hè. Mama. En dat is Pip. Ja. Kan je zeggen Pip? Oh, toetoet. Wat gaan we doen dan? Oh, Woezel Pippi, die vinden ook alles best. Ja, ik zou er ook vandoor gaan, Woezel. Ik zou er ook vandoor gaan. Ja. Ja, je moet ze even uitrekken, hè. Oh, ja, ze staan wel een beetje apart, hè. Gekke hondjes, hè. Ik vind Pip lekker zo, lekker kroelen op de bank.
Nee, Pip. Oh, Pip is af en toe net een katje. Die gaat zo knorrelpotten, zo... Als ze lekker gekriebeld wordt. Hé? Hoe vind je dat lekker, Pippi? Oh, Luxie, dus zachtjes met die billetjes. Dus zachtjes. Hé, hey, Pip heeft gevoel. Doe maar lekker aaien. Doe maar lekker aaien. Nee. Nee, tuurlijk. Ze zegt weer nee. Toetoet. Toetoet? Ja. Moet die toetoet? Maar jij kan ook ergens anders heen gaan. Kom maar hier bij mama. Zullen we een slaapje doen? Nee. Nee? Nee, geen slaapje doen? Geen slaapje doen? Luxie kan ook niet tegen kietelen. Wel weer lekker om zo met Luxie een beetje thuis te keuvelen terwijl de kids op school zijn en Daniel de afspraak. Ja, wat is er? Ja, kom maar pakken. Toetoet. Zeg toetoet als ze ergens doorheen wil of ergens langs wil. Toetoet. Toetoet. Goed zo. Wow. Oh, ze zijn lekker aan het krummelen. Nou, wij krummelen hier dan even lekker verder met z'n tweeën. En ik zie jullie straks weer. Zo, ik heb de kids naar school gebracht. En lieve Luxie, hey Luxie, ga jij met papa en mama mee? Ja. We gaan even naar afspraakje. Ja. Ze zegt ja. Ze zegt ja. Dus de hele dag nee, zegt mama. Ze zegt ja, horen jullie dat? Maar tegen papa zegt ze ja. Ga je mee? Ga je mee? Nee. Oh, nu nee. Jullie gaan even papa mee naar de boekhouder. Ga je mee naar de boekhouder, Luxie? Ja. Nee. Nou, op naar de boekhouder. Benzine, even tanken. Nou, dan houdt het in flinke dorst vanuit Winterberg helemaal de tank leeg. Even helemaal tot de rand toe aan. Dan kunnen we weer een beetje auto rijden. Ja. Door de regen. Ja. Nou, we gaan snel de bonnetjes even afgeven. Ja, bij de boekhouder. En we zijn weer thuis. En Luxie, maak jij de hondjes vrij? Ja. Zo. En dan de onderste. Oh, die. Ja, nog één. Die. Ja, hoe is het Pipje? Hey! Ja. Hey, wat is het? Kijk, kijk. Dat kleedje. Dat is wel een kleedje. Dat kleedje weer, altijd weer een kleedje. Dat houdt je vast, hè? Dat kleedje geef je zelf, vind je mooi. Hè? Kleedje, ja. Kleedje, ja. Leg het kleedje maar weer terug. Dat vind je mooi. Maar eerst heel even lunchen. Het is inmiddels tijd om even te lunchen, Luxie. Wil je lunchen? Ga je mee eten? Nee. Nee, Luxie gaat niet eten vandaag, want ze zegt nee. Nou, mama wel. Ja. Oké, één. Dat is heel grappig. Ze praat nog niet, nog steeds niet eigenlijk. Voor degene die zich wil afvragen. Alleen op deze manier maakt ze zich wel heel erg verstaanbaar, als jullie snappen wat ik bedoel. Dan moet ik zeggen dat ze wel steeds meer woordjes begint te zeggen. Ze zegt bijvoorbeeld Pip, alleen dan op haar manier. Zeg eens Pip. Eén. Ja, één. Ze zegt heel veel één, omdat Luan en Lucilla tellen met 1, 2, 3. En bijvoorbeeld als je de sokjes aan moet doen, zeg je 1, andere sokje 2. Dus daarom zegt ze heel veel 1. Maar je kan ook woensdag met Pip zeggen, toch? In ieder geval Pip. Zeg eens Pip. Nee, ze zegt geen Pip, ze zegt 1 nu. Maar wat zeg je nog meer voor woordjes? Wat zeg je nog meer allemaal? Ja, ze heeft meer gebaren en bijvoorbeeld als ze wil eten. Wat doe je anders als je wil eten? Als ze wil eten, dan doet ze zo. Dan gaat ze smekken. Dan zegt ze, mama. Mama. Wat doet ze dan? Dat is heel schattig. Ze zegt niet eten, maar ze zegt... Wil jij eten? Ja. Huh? Nee, ze wil niet eten. Nee, ze wil nog steeds niet eten. Ja. Nee. 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 Oh ja, wat zeg je nog meer? Tan? Tan zeg je ook? Tan, als je iets niet wil. Of tan, of dat stout betekent, dat weet ik niet. Maar ze doet heel veel gebaren met haar handje. Als ze wil je even komen, doet ze zo. Mama. Mama, doet ze dan zo. Doe je zo met je handje, hè? Mama. En dan weet je, oh, je moet dus meekomen. Oh ja, poepoe, zegt ze. Poepoe. Dat betekent dat ze een poeproek heeft. Dan doet ze... Poepoe. Oh, niet nu. Nee, niet nu. Nee, niet nu. Maar dan doet ze zo. Poepoe. Poepoe. En dat betekent of ik haar luier wil verschonen. Dat zegt ze ook eigenlijk al op die manier. Dan is echt van, mam, even luier verschonen. Dan wil ze echt gewoon luier. Vindt ze zelf vies. Dus dat doet ze dan. En wat doe je nog meer allemaal? Ja. Oh ja, wat ze ook heel veel doet, is dat ze gewoon even naar de koelkast loopt. De koelkast open doet. En dan zelf even pakt wat ze wil. Dan komt ze naar mij toe. Mama. En heeft bijvoorbeeld wat hemelsla. Een toetje. Een danone toetje heeft ze in de hand. En ze zegt, mama. En heeft ze dat toetje uitgepakt. Mama. Ja,
ja, mama. Mama, mama. De hele dag door mama. En dat heeft ze, dan wil ze een toetje. Dat doet ze ook nog wel eens. Ja, het is gewoon heel schattig. Je bent gewoon heel schattig. Ja, wat is er? Kijk, dan gaat ze naar de keuken. Naar de koelkast. Doet ze de koelkast open. Heeft ze ook helemaal zelf zichzelf aangeleerd. Oh ja, laatst had ze hier overal eieren neergegooid. Toen had ze deze eieren eruit gehaald. En dan daar neergegooid. Lag alles op de grond. Ja, ei. Ja, ei. Heel goed, Luxie. Ze zegt ei. Ja, dat klopt. Dat is een ei. Kijk, en dan hebben we, even kijken, deze toetjes. Deze Danone toetjes, die pakt ze dan uit de koelkast. En dan wil ze zo'n toetje. Wil je nou ook zo'n toetje? Ja. Die hadden we nog over van de bollo. Oh. Zo, nou, gaan we even dat toetje eten? Ja, kijk, kijk, kijk wat ze doet. Oh. Oh. Lukt het? Ja. Oké. Okay. Wat is er? Je hand, ja. Zat die vast? Ja. Oh, oké. Okay. Wat wil je nou dan? Papa? Papa? Oeh, heeft ze hem zelf opengemaakt? Oh, Luxie, gooi dat dus in de prullenbak. Dat moet in de prullenbak. Nee. Niet op de grond. Ja, naar de prullenbak. Ja. Ja, gooi maar in de prullenbak. Ja, dat is op. Oh, nou zit het op je. Nou zit dat op je shirt geplakt. Oké, okay, maakt niet uit. Ja, pak maar. Mama. Waarom moet mama die pakken dan? Mama die in de prullenbak gooien. Ja? Krijg je daar vieze handjes van? Ja. Dan merk ze dat ze er vieze handen van krijgt. En dan moet ik het doen. Ga je dat likken? Nu zie je. Wil je dat lekker? Hé, hey, Luxie, gooi maar even in de prullenbak. Gooi die maar even in de prullenbak. Mama. Is pa, hè? Dat kan jij ook. Mama. Moet mama het even oppakken? Dan wordt hij niet vies. Kijk, als je hem zo vasthoudt, wordt hij niet vies. Hou maar vast. Mama. Hier, gooi maar in de prullenbak. Nee. Nee, tuurlijk. Tuurlijk zeg je nee. Moet mama dat doen dan? Moet mama in de prullenbak gooien? Daar. Ja, waar is de prullenbak dan? Daar. Doe eens even de deur open van de prullenbak voor mama. Laat eens even zien. Mama weet niet waar de prullenbak is. Oh ja. Ja, dus de prullenbak die moet geleegd worden. Ja. Zit mama alweer. Ja. Hoppatee. Goed zo. Doe maar weer dicht. Hé, hey, goed gedaan. Oh. Oh, goed gedaan. Luxie, box. Box. High five. Ja, hi, zegt ze dan. Goed zo. Ja. Oh, je wil een lepeltje. Oh. Mijn lepeltjes liggen in deze la, liefie. Oh. Oh. Kijk eens. Als je... Wat? Die. Niet die? Welke wil je dan? Wil je die? Ja. Oh, die. Tuurlijk. Ja, oh. Oh, wacht even, schatje. Dat moet je zo doen. Oh, nee. Oh, zo. Mama. Zo, ja. Nee. Hier, doe maar eten. Wil je dit nog? Ja. Wil je een toetje? Niet te knijpen? Doe maar eten. Goed zo, doe maar aan de mand. Oh, mama. Mama? Oh. Mmm. Lekker. Ga je mama voeren. Ze is schattig. Nee, maar het is voor Luxie. Mama! Het is voor mama. Oh. Mag ik het nou zelf doen? Ja. Oh. Ik krijg je vieze handen. Oké. Okay. Ja? Is het klaar? Ga je weer spelen? Oh. Wat ben jij sterk? Zo. Kijk uit. Zal ik je helpen? Oh. Ja, is hij op de kop. Oh oh. Zo kan je er natuurlijk ook mee spelen. Oh. Wat sterk, Luxie. Wat ben je sterk? Het fietsje is trouwens heel licht, zoals jullie wel licht merken. Heel goed. Goed gedaan. Ga er maar eens op zitten dan. Hoe ga je erop zitten? Ja, dan valt hij. Papa. Dan komt papa weer. Die heeft de hondjes even uitgelaten. Hoor je dat? Ja. Kom papa thuis. Ja, kijk uit met de deur. Papa komt eraan. Heeft papa gewandeld met de hondjes? Ja. Daar buiten, hè? Ja, kijk. Hé, hey. Daar komen ze weer. Hallo, hoe is het, Pipje? Het is het zo uitbuiten. Wil jij een kookje eitje? Ja, ze zegt ja.
Ja, ja, lekker papa. Ja, dat zijn woeselpip. We hebben er doorheen. Wil je één eitje of twee eitjes? Nou, dan laat ze even pakken. Ik heb ze weer precies wat je bedoelt, hè? Die moet de eerste, hè? Die. Eén. Oh. Die dan weer, voor mama. Nog een eitje. Zachtjes, hè? Zachtjes dan. Ja, mama. En voor... Luxie. Goed zo. Drie eitjes, Luxie. Ja, nog een vier. Ja, deze. Ja, deze. Eén. Die moet de eerste. Dat zijn de oudste eitjes. Die. En die. Goed zo. Gaan we daar water. Doe maar een deurtje dicht. Ja, goed gedaan, Luxie. Papa! Ja, papa. Papa, eitje maken, hè? Luxie, lekker eitje? Ja. Luxie. Ba? Vind je eitje ba? Ja? Nou, zeg dat tegen je. Nu hebben we dat natuurlijk net weer niet op beeld. Maar ze zijn net echt... Ze zijn net echt kaas. Luxie, mag ik eens mekken? Ja. Alsjeblieft. Zeg maar kaas. Kaas! Nou, kom ermee door. Niet als net. Net nee, net was het echt kaas. Kaas. Nee, nee, nee. Oh, nee. Nee, Luxie, dat eitje. Nee, geen kaas. Luxie, kun je zeggen ei? Kijk, al een puntje. Ja! Komt ie, hè? Huh? Probeer jij nou eens. Laat het niet zo staan als papa doet. Probeer. Zet hem eens rechtop. Zet hem maar rechtop. Zet hem het eitje rechtop. Probeer maar. Luxie, zet hem maar rechtop. Mijn vinger maar los? Ja, zet hem maar rechtop. Nee. Kijk, deze staat. Kan je die rechtop zetten? Huh? Nou, Luxie, zet hem maar rechtop. Dan denk, zet hem maar recht. Dan denk je, dat kan toch ook niet anders. Maar dan heb je een deukje geslagen. Ja. Ze trapt er niet in. Nee, slim. Slim meisje. Zet je vinger recht. Ja, dat moet ik wel. Nou ja, wij zijn hier dus lekker lekker met z'n drieën aan het lunchen. Ja. Eet smakelijk. Eitje pellen voor mijn meisjes. Met het regenachtige weer op de achtergrond. Kijk, dan pel je hem ook. Ja. Dus in 1 seconde. Ei. Ei. Mijn ei. Ja! Ei. Zet het je na. Ja. Goed zo, Luxie. Ei, ei, ei. Ik hou zo. Ja. Mama. Ja. Mama. Is die voor mama? Ja. Mama. Ja. Die is voor mama. Nou, ja, dankjewel. Papa. Die voor papa. Dat is gezellig, ja. Lieve papa. Gezellig in ons klushuisje op de prairie. Ja. Met die regen. In de regen. Ja. 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 Gewoon een plasje en een boekje op het hoofd. Nee. Toen waren ze weer terug. Ja. Ja. Maar ga je ook een dag alleen maar ja zeggen? Ja. Luan en Lucilla willen altijd dat mama alleen maar ja zegt. Een hele dag. Ja, maar bij jou is het precies andersom. Jij zegt de hele dag nee. Lucius 2 zegt nee. Broodje kaas. Oh. Lucius 2 ze zegt nee. Happy. Is die lekker? Zeg maar kaas. Kaas! Ja! Dat was kaas. Dat was kaas. Luxie, hoe oud ben jij? 1. Nee, 2. 1. Nee, 2. 1. Dat is 5. Wie zijn daar weer thuis van school? Luan en Lucilla. Lucilla? Ik zie geen Lucilla hoor. Heb jij Lucilla gezien? Nee. Oh, nou, is Lucilla nog op school dan? Nee. Wie ben jij dan wel niet? Lucilla. Lucilla? Nee hoor, zo ziet Lucilla er niet uit. Zoals Lucilla. Nou, ze zijn weer lekker thuis van school. En we hadden twee van die leuke perspakketjes gekregen. En er zat dit in. Een capeje met een maskerdingetje. En wat zat er nog meer in? We hebben ook een van de schild erbij gekregen. Dit. Met een zwaard erbij. Nou, het komt goed uit. Het is carnaval. Een ooglampje, piratenlampje. En we hebben ook een pakketje van Pokémon binnengekregen. Ah, dit is zo cool. In eerste instantie zei ik, Luan, ik vind Pokémon niet echt leuk. Maar volgens mij... Opeens als ik eens kijk. Maar, kijk, we hebben hier Pokémon setje. Plaatjes. Ja? Wat moet je, hoe moet dat eigenlijk? Ja, kijk, dit is dan een Pokémon boek. Ja? Kan je allemaal Pokémon kaarten in verzamelen. Oh. Maar dit is of zo een soort pas waar je iets mee kan online kan bestellen. Nee, volgens mij is het gewoon een is er weer een app van of zo. App? Even kijken, een spel. Ik weet niet of er nog mama's en papa's zijn van mijn generatie. Ik ben van 1988. Ik kan me nog herinneren dat ik Pokémon kaartjes verzamelde op school. Ja? En dat ik deed zo'n handje klap. En wie dan op de kaarten op de grond kwam en wie dan sterker was, die had dan gewonnen en die mocht dan de kaarten hebben. Ik weet niet of het nog steeds zo is.
dat spel zo. Maar dat was vroeger ook al. Ik spaarde ook al echt Pokémon kaarten. Ja. Moet ik zeggen dat het toen wel heel anders was. Omdat ik het niet meer zo goed kan herinneren allemaal. Als ik het zo zie, zie ik wel weer een soort jeugdsentiment. Nou, dankjewel. Kijk, dit is de brief die erbij zat. Dus even kijken. Pokémon trainer. Ben je klaar om de strijd aan te gaan? Hé, maar hoe was het op school, kerel? Leuk. Ja? Ah, daar ben je. Heb je leuk gehad met de vriendinnetjes en de vriendjes? Ja. Had je je vriendinnetje nog knuffel gegeven? Nee. Mister wil, maar ik ga geen knuffel geven. Nee? Vind je dat nog een beetje gek? Nou, ik vind dat niet zo gek, maar... Oh. Nee. Dat gaat nog iets te ver. Ja. Nou, Lucilla die is daar al lekker aan het spelen met een super held outfit. Mama is piraat. Mag mama uit de piraat zijn? Ja. Mam, ook niet. Ja, maar ja. Moet je camera neerzetten? Zo. Ik zet jullie zo neer. Mama, wat doe jij nou? Ik heb ook de zwaard. Ja, wij zitten daar ook. Nou, terwijl de kids nog even lekker hier keuvelen in de kamer, gaat mama zo beginnen met avondeten. Ja, dit briefje zat daar dus bij. Er is een nieuwe serie. Mau Mau heet het of zo. Dat komt, in maart komt er een nieuwe serie op niet Netflix. Cartoon Networks is dat van. Het zijn dus twee verschillende pakketjes. Jongens, als jullie nog even lekker doorkeuvelen met de pakketjes, gaat mama alvast even beginnen met het avondeten. Ik moet inmiddels de lampje weer aan, want het wordt donker. Het is de hele dag een beetje donker. Het is heel erg regent en miezert. Maar vanavond, jongens, eten we lekker stampot. Hebben we er zin in? Ja. Heel enthousiast. Lekkere stampot met aardappeltjes erbij. En gaan we dat lekker maken? Ga je mama helpen? Ja. Oh, zeg je nou ja? Luxie zegt de hele dag nee, jongens. Nee, want ik ben al twee. Ja, Luxie zegt de hele dag nee. Zet dat toetje maar weer terug. Ja, nee. Zet hem maar weer terug. Nee. Nee? Zet je hem niet terug? Nee, wat ga je er dan mee doen? Ja, schattig poppetje. Zet maar terug, schatje. Kom, laat mama helpen met eten koken. Goed zo. Gaan we mama even helpen met eten koken, hè, Luxie? En Luxie die helpt mij heel even met de stampot maken. Goed zo, Luxie. Heel goed. Goed zo, superheld. Ja, helemaal vol. Deksel erop. Ja, goed gedaan. En we zitten lekker aan tafel. De hutspot is klaar. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien je morgen in een nieuwe vlog. Doeg. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem.